We zijn dus nu net aan het doen alsof we zijn begonnen. Waardoor die gasten die nu te laat komen echt flink op een falie krijgen. Ja. Achter jou komt Emmanuel al. En, ja, we zijn al begonnen. Dus, het is helemaal klaar. Het is nu al klaar. Nu al klaar? Ja. Je bent laat toch? Gelukkig ben je niet de echte laatste. Oké, nou gaan we Mo pakken. Ja, we zijn al klaar, Mo. Bedankt voor het wachten. Wat is jouw smoes? Geen smoes. Jij bent altijd te laat. Nee, wel veel. Maar? Ik moest nog even naar boven. Mo Nassau, Jason van Duiven, Tim van den Heuvel, Tyrek Bodak en Emmanuel van der Blaak. Voor deze vijf jongens is het de eerste keer mee op trainingskamp. Tijd om ze beter te leren kennen. Klaar voor? Ja, ja. Dat is goed zo. Oké, positie Jason. Spits, keeper, centrale verdediger. Middenveld. Rugnummer. Dat is de 50. 51. Liefst 9. 36. 8. Leeftijd. 17. 19. 17. 17. 20. Geboorteplaats. Almere stad. Almelo. Weert. Eindhoven. Hey. Ja. Lagos, Nigeria. Zo. Ja. Dat is een stukje verder. Dat is een stukje verder, ja. Wanneer ben je naar Nederland gekomen? Toen ik 2,5 was. Hoe oud zijn die? Hè? Jonge flesje. Toen 2,5 is hier naartoe gekomen. Vanaf deze dag speel ik bij PSV. Oh, zo. Dat was ergens in de onder 14, denk ik. Ja, ik speel wel vanaf de FVS al bij PSV, dus ik denk 2014. Lang geleden. Toen ik 6 jaar was. Ja. Het leukste op trainingskamp? Ja, de trainingen. Ik denk gewoon samen zijn met de boys. Ik denk de wedstrijden die we spelen. Ja, je hebt even lekker wedstrijdje gespeeld. Ja, klopt. Toch? Hoe ging het? Ja, ging wel aardig. Hey, en een gele kaart gepakt. Alweer. Altijd geel. Of rood. Jij spaart ze allemaal, of niet? Ja, ik pak soms wel eens een kaartje, maar het kan gebeuren. 10 wedstrijden, soms? 5 gele kaarten. Dat is onzin. Nee, is het? Wat doe je dan? Ga je er te hard in of wat is het? Ja, ik hou wel van tackles, van slidings maken en halve duel spelen. Hou ik wel van. Mooiste voetbalervaring? Mijn debuut, het eerste hier. In de Europa League? Ja, zeker. Als gelijk, ja. Ja, of niet? Ja, dankjewel. Voor op trainings kan gaan gewoon je debuut maken. Heerlijk. Dat is het mooiste. Debuut met Curaçao en tegen Nieuw-Zeeland. Ja, dat is het debuut van nationale ploeg. Het stadion was half vol. Dus dan, ja, het geeft gewoon kippenvel. Dat is wel echt bijzonder. Ja, zeker. Hè? Ik denk dit moment. Dit moment? Ja, iets. Dit moet hij nog verbeteren om overgeheven te worden naar PSV 1. Ik denk koppen. Klopt. Koppen? Oké. Okay. Nou, dan kun je daarmee aan de slag. Aanname. Kun je erin vinden? Zeker. Okay. Helaas wel, ja. Nee. De lengte. Kan ik daar aan doen, dan? Een trappetje kopen. Ja. Dit moet hij nog verbeteren om PSV 1 te halen. Hij is perfect. Jezus. Nee, man. Hiervoor mag je me 's nachts wakker maken. Ja, zakje snoep. Watermeloen. Watermeloen? Ja, wel snoep, denk ik. Niks, helemaal niks. Nee? Gewoon laten slapen. Laten slapen. Laat me slapen. Ja, ja, oké. Altijd op tijd of altijd te laat? Bij jullie twee weet ik dat sowieso. Ik ben altijd op tijd. Ja, hij staat er echt in. Ik vind het wel mooi dat er net dus echt van alles gebeurde hier. Maar, ja, altijd op tijd. Ben je altijd op tijd of altijd te laat? Ik ben altijd op tijd. Ja? Ja. Waarom net niet dan? Ja, ik was niet te laat. Ik had keurig goed met San afgesproken dat ik iets later zou zijn. Dus, Ik hoef aan jou niet te vragen altijd te laat of altijd op tijd. Nee, ik ben altijd op tijd. Dat is goed. Ja. Maar je beste smoesje? Heb ik niet. Dat doe ik niet aan, dat doe ik niet aan. Vertel. Harder doen. Maar is het een smoesje of is hij echt ijdel? Nee. Hij zegt maar wat. Smerigste groente? Spruitjes. Spruitjes toch wel. Spruitjes. Ook al. Is augurken groente? Ja. Ja, augurken. Ja, augurken. Ik laat jullie. Dankjewel. Heel erg bedankt. Dankjewel.